Leuk dat je kijkt. We gaan het hebben over magneetveldlijnen om een stroomdraad. Het is namelijk zo, als je een stroomdraad hebt en daar loopt een stroompje doorheen, elektronen. In dit geval lopen de elektronen naar beneden. En hopelijk weet je dan dat de stroomrichting omhoog is. Dan ontstaat er een magneetveld in cirkels zo om die draad heen. Een stuk sterker bij de draad dan verder van de draad af. Dus de magneetveldlijnen die komen dichter bij elkaar toe naarmate je dichter bij de draad komt. Er is een trucje voor om te onthouden in welke richting je loopt. Want ze gaan namelijk van noord naar zuid. Maar ja, waar is noord en waar is zuid? Deze niet. Nee, ze lopen constant cirkeltjes, maar toch heeft hij een richting. Dat doe je als volgt. Je pakt je rechterhand. Daar is die. En je doet de duim in de stroomrichting van de draad. En vervolgens geven de vingers, de rest van je vingers, de richting van de magneetvelden aan. Dus die gaan in dit geval zo om. Nou, kan je dat draadje ook omdraaien, een rondje van maken. En dan hebben we het begin van een spoel. Maar hoe zit dat nou? Als je een draadje hebt, en hier heb ik een rondje, en die draad komt zo aan en die gaat zo weer verder. Dan heb je natuurlijk de stroomrichting, die komt zo aan en die gaat zo door. En eigenlijk is de hele tijd gaat de Noordpool. Vanuit het vlak van dit rondje komt de Noordpool naar buiten. En als het ware komt de vanaf de zuid zo noord naar buiten. Doe maar eens een keer met je hand, probeer het maar eens even. Ja, dan zie je eigenlijk als je met je duim de stroomrichting van de draad volgt, dat elke keer noord naar buiten komt. Ik kan dus zeggen dat aan de ene kant van deze cirkel, van deze draad, gebogen draad, aan de ene kant zit een noord en aan de andere kant zit een zuid. Nou, stapel je nou al dit soort draadjes naast elkaar, dus je wint ze verder op, dan krijg je een spoel. Nou, binnen die spoel krijg je dus dan echt een mooie evenwijdig magneetveld van zuid naar noord in de spoel en van noord naar zuid buitenom de spoel. Om dat makkelijker te onthouden in plaats van zo onhandig gaan zitten doen, hebben we een tweede rechterhandregel. Hier is die weer. En nu kan je deze vingers gebruiken om de stroomrichting in de spoel aan te duiden. In dit geval, in dit plaatje, gaat de stroomrichting van... ik moet het even goed doen, want ik moet het in de spiegel doen. Die gaat aan de voorkant omhoog. En dan wijst mijn duim, deze duim, naar rechts. En dat is dan noord. Een ander plaatje zegt dat ook misschien wat beter. Je ziet hier deze vingers in de richting van de stroom. En dan wijst de duim altijd naar het noorden. Oké, hopelijk weet je nu iets over magneetvelden in een stroomdraad, rondom een stroomdraad. En hoe spoelen eigenlijk dus een noord- en een zuidpool krijgen.